Aloha, het is maandag. Tijd voor de astro-reading in deze donkere tijden. Je voelt wat? Dat wat je voelt diep hier of dat. Dat is die kompas. Dat is wat hardop, echt heel luid komt het binnen om dat te veranderen. En als jij een persoon niet kan veranderen, dan moet jij dat accepteren. Wil je een situatie veranderen, moet je zelf veranderen. En dan gaat de rest mee. Dat krijg ik meteen door. Want dat is wat er aan de hand is. Ik voel hartritme van heel veel mensen die nu tegenover een blokkade staan. Het lijkt wel Lucky Luke. Weet je wel, je schaduw. Die zie je. En dat moet je echt gaan aanpakken voor Better Days. Nu is het moment dat jij echt door alle sterren, planeten, gebeurtenissen, ontmoetingen voelt, weet, proeft, hoort dat je moet gaan veranderen. En denk aan niemand anders dan aan jezelf voor je eigen geluk en succes. Yes, want vandaag viel Oceana. Kijk eens, ja, je staat in contact met je eigen waarheid, maar geloof je het? Al is het niet zo'n leuke waarheid, geloof je het? Want daar is de magie. Zodra je het gaat geloven, zul je het zien. Het is niet andersom, eerst zien om te geloven. Als je daar nog steeds mee bezig bent, nee, ik moet het eerst zien om te geloven, gaat het wel langer duren, je reis. Accepteer dat het anders, dat universele wet is, ondanks we ego's hebben. Ja, maar de ego brengt heel veel stress op dit moment. Goed, de dagkaart. Kijk maar op Menna's World, Instagram, Facebook, eigen website of YouTube. Maar even kijken, dan gaan we naar de astrologie. Vandaag nog steeds de zon in de weegschaal. Het is niet meer deze, het is echt deze. En de maan is in de stier. Wat ik je mee kan geven is lekker eten. Thuis, binnen het huis en reflecteer onder het eten, gewoon mindful eten, gewoon heel bewust kauwen en nadenken van wat is mijn volgende stap, want dit werkt niet meer. En heb je het allemaal opgelost, luister goed mee, dan kun je andere mensen tips geven, advies. Het is allemaal goed, oké? Ik heb het ook hier wel aangeschreven. Het gaat heel langzaam door het stier. Maar je moet jezelf de toestemming geven om te veranderen. Echt waar. En acceptatie. Acceptatie. Schrijf het desnoods op en je hangt het in de badkamer, in je spiegel of in je slaapkamer. Zodat je het constant ziet. Want dat is het enige wat we kunnen doen nu. Echt waar. Echt waar. Goed. Binnenkort. Dan gaat de maan naar de tweeling. Goed, samen met de weegschaal. Het is alleen maar hier, mentaal. Reflecteren. Tot je daar bent. Van aha, nee, maar eigenlijk is het nog ineens meer aha. Het is, oh, ik blijf het zeggen. En change direction. Een andere spoor. Wordt een andere trein. Want het oude werkt niet meer. Het nieuwe is beter. Echt waar, maar dan moet je het wel proberen. Dan moet je wel durven. Yes, dinsdag, woensdag, met de juiste mensen socializen. Praat met mensen die jij vertrouwt. Desnoods online, desnoods is het in het buitenland, videobellen. Praat met iemand die jou begrijpt en die een luisterend oor biedt, zodat jij je verhaal kan vertellen, zodat je ook naar jezelf kan luisteren. Want dat is het heel vaak, als jij je verhaal vertelt, dan hoor je jezelf en dan kom je zelf tot een punt of tot een ingeving, inzicht en dan wordt je wereld ook weer anders. Yes, Uranus en Mercurius staan tegenover elkaar, zodat je origineel wordt. Het is echt allemaal voor die originaliteit. Dat wat jij nodig hebt is origineel, dat is jouw bevrijding. Echt waar, daar moet je voor gaan. Nieuwe dingen leren om beter te voelen. En het kan ook dat je onverwachts nieuws krijgt en misschien is dat niet zo'n leuke nieuws. Misschien ook een goede nieuws kan, maar het is allemaal om te veranderen. En als we de kreeft ingaan, is gewoon binnenshuis, innerlijk huis, in je huis. En reis naar je ziel. Want dat zeg ik altijd, kreeften zijn zielengidsen. Reis naar je ziel, want de ziel vertelt je de werkelijkheid. Je ego en geestelijke kan nog een beetje verfrommeld of verwarring. Of je kan daar nog wat aan doen. Maar de ziel, die geeft exact wat je nodig hebt. Maar luister je, wil je veranderen? Ga je? Is aan jou. Goed, ik heb het ook hier. Thuis blijven omdat je emotioneler kan voelen. Dus ik denk door het nieuws deze week. Ik zie 3 vieren. Voor mij is dat een dikke nee. Dus het is iets wat je al wist, maar je wilde het niet horen. Dan geef ik het maar zo aan. Ja? Mars en Pluto, blijf alert.
Blijf alert, want die zijn er tegenover. Het is alleen maar om je alert te maken. Dat zijn die gebeurtenissen van, oh. Het brengt alleen maar alertheid en daarna moet je flexibel zijn. Goed, de ego. Dat is je blokkade nu op dit moment, want het gaat niet hoe jij wilt. Bij wie of anders, zelfs bij je eigen moeder of kinderen. Het gaat niet hoe je wilt, want iedereen is zijn eigen kompas, zijn eigen koers, eigen pad. Accepteer je dat? Nog een keer, acceptatie. De medicatie is duiken in iets heel moois. Is het breien? Is het foto maken? Is het jezelf opmaken? Is het je haar doen? Doe dat, zodat je wat warmte kan voelen en rust kan ervaren. Een nieuwe project. Luisterboeken, blogs, tarotkaarten kopen in huis, astrologie leren. Dan leer je ook meer over jezelf. Doe dat allemaal goed. En een weekend, de maan geeft weer geen energie. Dus het is aan jou. Het is echt aan ons om de keuzes te gaan maken. God heeft alles al meegegeven. Want hij is een grappenmaker. Hij heeft je hersenen gegeven, handen, voeten. Tuurlijk, sommigen komen op aarde. Handicap, mogen, maar die staan nog dichter bij God dan wij. Echt waar, de speciale kinderen. Dus dat wat jij allemaal hebt. Je eigenschappen, dat wat je ook, is allemaal thuis en gratis. Maak een begin. Maak een begin, ja. En probeer niet instabiel te worden. Ja. Ik hoop dat je niet instabiel raakt, maar dat is het wat nu in de lucht hangt. Goed, en Venus en Uranus, die gaan je uitnodigen voor romans. En als jij dat, want het is je hart openen, door te accepteren, dat dat zo is. Het is nog goed of nog slecht. Hoorde hij niet bij jou, de karmische tweeling? Ik dacht dat, hij was mijn ware, maar het is toch anders gelopen? Het is wat het is. Nu dat je geïnformeerd bent, maak je een nieuwe keus. Daarom hebben we tijd, daarom hebben we minuten. Om altijd nog een minuut later een andere keus te maken en je excuses aan te bieden. Heb je ook nog? Of keihard nee te zeggen, of jawel, ik ga het wel doen. Het is allemaal aan jou. Goed? En relaties kunnen opkomen ondanks instabiliteit. Want we zitten in de Venus-energie. Weegschaal, ik blijf het zeggen, weegschaal is het teken van de huwelijk. Dus het kan dat veel mensen elkaar gaan ontmoeten. Maar de ontmoeting, als het, dat zeg ik al vaak. Soms is het alleen maar de tijd om elkaar te ontmoeten. Dus heb geen haast om ook bij elkaar weer te komen. Is de ontmoeting. Leer elkaar kennen, zodat je niet overhaast of opnieuw. Ask the questions, oké? Echt waar. En onderweg naar huis, naar mijn werk. Als heb ik heel vaak erover. Mijn vader heeft me geleerd dat als is een van de vervelendste woorden hier op aarde. Als je beter wist, als ik het nu anders had, verleden week of toen anders had gedaan. Laat dat los, want dat geeft nog meer stress en dat is ego. Nu weet je het. Ja, want was ik maar langer. Ik ben zo lang. Daarom schrikken ook heel veel mensen als bij mij in de zaak komen. Maar ik zit zo dicht bij elkaar. Ik ben zo lang. Ja. Dus het werkt niet. Het is wat het is. Dus als je vroeger beter wist. Als je vroeger eerder was verhuisd. Als je nou niet zo had gelaten. Je loopt precies. Je staat precies waar je moet staan. Alleen maar nu kijk je links. Rechts. Overweeg je. En dan maak je de keus. En nu doe je het echt vanuit je ziel en je hart. Dat is het verschil. Dat moest je leren, al die dingen. 9 maanden. Want september heeft het echt wel laten zien. En de sterren nu, die standen, die laten je lopen. Al wil je het niet, hè. Al zit je in een rolstoel, volgens mij ga je ervan lopen. Want je trekt dit gewoon allemaal niet. Dus je gaat bewegingen maken die je er nooit daarvoor hebt gedaan. En ik vraag ieder mens die naar Menna's Worlds kijkt of dat je mij tegenkomt. Dat zeg ik, als je mij tegenkomt, is de reading van jou. Heb de vertrouwen in het universum. Ik heb 2 vrouwtjes, die hebben me 2 codes meegegeven, heel lang geleden. Daniel zei altijd, over 3 dagen weet je het. En Marijn, die zei altijd, oh wat jammer dat je niet de totale vertrouwen hebt in het universum. Voeg ze samen, heb de totale vertrouwen in het universum. Gooi het in de lucht, vraag jezelf af en over 3 dagen komt het bij je. Of ga naar Sonja Choquette kijken, dat is echt een van mijn guru, die kan het zo goed uitleggen wat intuïtie precies inzichten. En dat je alleen maar hoeft af te vragen. En dan de antwoord komt. Maar zoeken, plekken, duwen. Wat anders. Yes, ik had de kaarten al getrokken, want ik wist dat het wat een langere intro zou worden. Op vandaag. De onderste kaart
Ik heb dan de zielenkaart getrokken. Want wat wil je ziel zeggen wat je niet hoort omdat de ego ervoor staat? Of pijn, verdriet, frustratie. Jij weet zelf waar je staat. Dit is wat we allemaal willen. Succes. Je eigen succes. Vanuit je eigen onderneming. Succes kan ook heel klein. Als je al gewoon iets kleins houdt, is voor een ander al succes. Dus je kan het ook niet meten wat het is. Meet het ook niet voor elkaar. Op jouw manier wil je succes hebben. Maar dan moet je wel aan de slag met je eigen waarheid. Jij hoeft alleen maar erin te geloven. Wees gek om te geloven. Dat doe ik ook. Wees gewoon gek genoeg om te geloven dat wat je ziet. Yes, want maandag, dinsdag. Kijk eens, je wil je vrij voelen. Zie je dat paardje daar zo? Tussen de bomen, al regent. Dat is dat gevoel waar je naar zoekt of naar verlangt. En wat maakt het je dan vrij? Wat maakt het je vrij? Waarom ben je nog niet vrij? Zullen we weer naar de waarom gaan? Waarom ben je dan nog niet vrij? Omdat er nog... Ga dan dat terugkijken en maak jezelf vrij door jezelf de toestemming te geven. Ik heb ook heel veel vriendinnen, ja, ik noem ze dan mijn zielfamilie, laat me het beter zeggen. Ik heb bijna alle dames een boei gegeven, zodat ze hunzelf kunnen bevrijden. Kijk, een portaal moet het zijn. Misschien moet je een boei kopen, omdoen en bevrijd jezelf van dat. Vooral Afrikaanse achtergrondmensen, Indische mensen, Aziatische mensen. We hebben heel veel ervaren in onze bloedlijn. Tuurlijk, de witte mensen, begrijp me niet verkeerd hoor. Want we hebben nog Ierland en Engeland. We hebben allemaal, we hebben de Ariërs, we hebben de Wiki. Bevrijd jezelf. Ieder ziel moet bevrijd worden. Maar dan moet je wel de eerste stap maken. Geef jezelf de toestemming en kijk, vlieg net als die paard met een oogklep. En dit is de enige focus. Vrijheid. Vrijheid. Want je hebt de spirituele macht woensdag, donderdag om dat te bereiken. Je hebt het. Je hebt heel veel kennis. Dat ervaring die niet zo leuk was, die help je nu in de toekomst. Je weet precies dat je dat niet meer moet doen. Daarom zeg ik altijd, ik draai alles om. Ik weet nu precies wat ik niet wil. Wat ik wil, komt op dat moment van, oh, ik wil een ijsje. Oh, leuk, dat wil ik hebben natuurlijk. Maar wat ik niet wil, vind ik veel belangrijker. En dat vraag ik aan jullie, wat wil je niet? Want je hebt de spirituele macht. Vooral als je dat naar je ziel gaat. Kijk, zie je dat, dat plaatje? Ga erheen. Ga erheen. En gebruik je macht om jezelf te bevrijden. Is zo'n fijn gevoel, wens ik iedereen. Want weet je wat dan gebeurt? Wakey, wake up. Nog een keer even Guido nadoen. Wake up. En dan wake up gewoon. Als word ik gewoon pissed the fuck word gewoon nu. Ja? Word wakker. Word wakker. Echt waar, sta op. We zijn geen koffiemensen meer. Het kan niet zo zijn dat je niet iets hebt ervaren die jou even ergens anders heeft gebracht. Het kan niet. Je mag dat niet meer ook ontkennen, jongens. Gaat niet meer. En als ja, als hij had of zij niet had gedaan, of de moeder van mijn kinderen toen en de vader van mijn kinderen. Nee. Heel veel ouders willen niet scheiden om de kinderen. Maar de kinderen willen wel dat jullie scheiden. Dat is echt een hoofd, iets wat zoveel voorkomt. Jullie doen niet wat de kinderen willen. Jullie doen wat wij willen heel vaak. Hè? Laat me het zo zeggen, want ik ben niemand aan verwijten of aan beschuldigen. Maar het is iets wat ik echt doorkreeg. Heel vaak denken we dat we dat voor een ander moeten doen. Of verantwoordelijk voelen voor de partner, want die is... We hebben allemaal een verhaal. En jouw verhaal is net zo pijnlijk als van de buurvrouw. Of de gras is net zo goed. En iedereen heeft verhaal. Pijn is pijn. Niet omdat het drie keer is overkomen, denk je, ja, dat je geen pijn. Is niet waar. Ego. Leugens. Nog beter verteld. Word wakker. Want je hebt de macht. Of zoek het op. Meditatie. Gratis op YouTube. Alsjeblieft. Zodat je daar kan komen. Deepak. Eckhart Tolle. Colette. Nou, Doreen kan ik niet meer nemen. Maar die is dan wat meer christelijk. Hoeveel van die mensen. Alana. Instagram. Yoga je vrouw, massage je vrouw, mediteer. Zoek hulp. En, oh, ik heb geen geld, of is niet waar. Het is allemaal gratis. Dat is je ego. Gewoon zodat je niet diep. Daar achter de donker nog een keer, daar is het licht. Loop door die donker. Kijk de angst aan en doe het toch. Wake up. Nogmaals. Voor. Want je hebt je waarheid en van anderen al gezien. Ga ermee aan de slag.
Stil blijven maakt andere mensen keuzes voor jou. Beweeg. Want nu mag jij die keuzes maken, niet anders. Eerst waren we kindjes, dat deden mama, papa. Toen waren we dit, je oudere zussen, dat deed ik altijd. Als mijn zussen zei, ja. Nee, je hebt je eigen keuze. Ga ervoor. Kies om vrij te zijn. Met heel veel spirituele macht en kracht. Echt. Voor de liefde. We gaan naar de liefde. Naar de liefde. Ook zo moeilijk. Nog een keer. Bezinning. Iedereen. Iedereen. Op de bank, in je bed, op de toiletpot, wanneer onder de douche. Ja, bezinning. Geef elkaar op dit moment wat meer ruimte. Zelfs je moeder, je kind, iedereen heeft ruimte nodig om even te herinneren of zichzelf te erkennen. En niet anderen te overtuigen, want dat is ook een gesprek dat ik vandaag had. De moment dat je anderen gaat overtuigen, mis je ook de boot. Geef elkaar de ruimte, zodat je ga jezelf overtuigen. Het draait toch altijd om jou, heb ik van Paula geleerd. En heel deze hele wereld draait om mij. Voor jou ook. Echt. Yes, singles. Ik vond deze hele, hele mooie kaart. Alleen liefde zal je vrijmaken. Laat al het oude los en sta nieuwe liefde toe in je leven. Nog eentje erachter, want het was een verhaal. Tweelingziel. Ja, want daar zijn we heel erg mee bezig. Maar als je jezelf bevrijdt, komt die tweelingziel gelijk. Liefdesbang, binding en verlatingsangst. Liefdesbang. Nou, ik heb vandaag zoveel meegegeven. Lezen, luisterboek, doe er wat aan. Je tweelingziel is in de geest al met je samen. Wees daar maar van overtuigd. Overtuig jezelf niet een ander. Ja? Maar maak jezelf vrij, zodat de tweelingziel binnen kan komen. Ik blijf het zeggen, als je naar Menna's Wolfs kijkt, vooral... Als je elke week of heel vaak het erop. Ik geloof erin. Ik moest veranderen en healen. En toen tikte een meneer mij aan. Dus ik geloof dat iedereen naar mij kijkt. Eerst veranderen. Healen. En dan word je gehaald. Want mijn vader heeft me een code gegeven. Een man weet eerder wie zijn vrouw is dan wij vrouwen. Wij vrouwen verbinden alles. Dus heel vaak. We voelen van alles. Maar feitelijk. Een man is radicaal. Die kijkt naar zijn vrouw en die denkt. Dat is mijn vrouw. Met haar ga ik trouwen. Hij laat meestal die vrouw even swingen hier en daar. En op dat juiste moment tikt hij de vrouw aan. Maar een man weet al heel snel. Dus jij hoeft alleen maar mooi te zijn. En op te ruimen en alleen maar vrouw te zijn. En dan komt het. Goed. Verliefd. Verliefd, verliefd, verliefd. Manifestatie. Je dromen zullen verwezenlijk worden. Manifesteer. Mediteer. Reflecteer. Stop. Ergens met het liegen tegen jezelf, zodat je kan manifesteren. Niet hij of zij. Wat wil jij? Bevrijd jezelf. Wat heb jij nodig? En manifesteer, maar zonder illusies. Ja, en geen bewerkingen. Want ik hoor het echt in mijn hoofd. Hè? Dat sommige mensen een ander bewerken door rituelen om dit te bereiken. Dat is niet van God. Ik heb geleerd, als je iemand liefde kan je niet bewerken. Als dat wel zo is gebeurd met rituelen, niet vanuit het licht. Dan wordt een persoon negatief en dan blijven ze bij jou. Dan worden ze verslaafd, dronken, ze slaan je, maar ze zullen je nooit laten. Dus laat Cupido dat doen. De enige wat je moet doen is openstaan voor liefde en bidden voor pure, ware liefde. Maar zorg dat jij puur en waar bent tegenover een ander. Komt het meteen, dat is jouw manifestatie. Yes, en de relatie, relatie, pony, pony, unicorn, je weet wel, je fiets met wie jij een relatie hebt. Of een project, of een tafel. Ik maak altijd grapjes, maar het is heel belangrijk, het is een grote groep die van wat anders zou dan van ons, dan van mensen kan. En die zijn net zo belangrijk als wij. Kijk eens, vertrouw erop. Vertrouw erop. Transformatie vindt plaats door acceptatie. Accepteer het hij of zij zo is. Ze zijn zo. Hij is zo. Zij is zo. De fiets blijft zo. De gebouw blijft zo. De boom blijft zo. Het is zo. En je kan het niet anders van maken. Je kan alleen maar zelf veranderen zodat je leert te accepteren. Acceptatie is een heel belangrijk ding in jezelf. In oktober. Onderwerp. Zelfacceptatie nog leuker.
maar overtuig niemand meer van wie jij bent en waar je naartoe wilt. Overtuig jezelf, word wakker en pak de eerste trein. Ja? Pak de eerste trein. Is het om 4 uur 's nachts? Don't give a flying fuck. Als je maar beweegt. Yes, ik heb het verteld. Want we willen allemaal succes. Maar dan moeten we toch wat van doen. En de rest komt naar je toe. Ja, ik heb het gezegd. Ik heb gescholden. Ik ging rappen. Hè? En mijn broertje noemde dit rappen. Zo. Yo, was jij aan het rappen? Yo, ja. Zie het als een rap. Ik hoop dat je me heel goed hebt gehoord. En dat je ervoor kiest om te ontwaken. En je macht te omarmen. En vrij te zijn. Gewoon vlieg. Vooral in je geest. Vooral in je geest vrij zijn. In je hart. Vooral in je huis. Dat je geen angsten hebt met wie je bent. Of waar je naartoe gaat. Werk aan je zielenangst, noemen ze dat ook nog eens een keer. Ga terug en way back in andere levens, wat in dit leven jou nog blokkeert. Maar doe iets. Ja, als maar roepen ergens hier en daar, heeft niet meer geholpen. Oké? Het werkt niet meer. Dat is zo jaren 90 als. Dus in 2021, ready voor start en voor geluk. En ja, we gaan ook naar Christus bewustzijn, naar een nieuwe aarde. Je voelt het. Wil je niet meedoen? Val je van de boot. En als je niet kan zwemmen, is dat niet zo fijn. Dus meedoen. Ja, meedoen met de schapen zeg ik niet. Maar doe mee met God. Met het licht. Volg God. Yes, gedraag je. Doe je best. En we hebben tijd genoeg om alles te bereiken wat je wil bereiken. Al ben je 80. Je hebt nog steeds genoeg tijd om te veranderen. Dikke doei doei. En gedraag je nogmaals. Oké, tot donderdag. Gaan we naar de tarotontwikkeling kijken. Bye bye.